Hier op dit paaltje staat alles zal rechtkom. En dat was het motto van de verzetsgroep van drie. Mijn overgrootvader was eigenlijk de leider. En hij samen met heel veel andere mensen uit mijn familie zaten ze in het verzet. Alleen het motto alles zal rechtkom, dat betekent dat het goed zal komen. Maar helaas is het niet goed gekomen. De familie Born woont in de oorlog aan de rand van het bos bij Drie. Vader Abraham is opzichter bij Staatsbosbeheer. Hij kent het bos op zijn duimpje en dat komt goed van pas bij zijn verzetsactiviteiten. Op Drie had je onder andere meerdere verzetsholen en die werden gebruikt om bijvoorbeeld Joodse families in onder te laten duiken, maar ook om wapens en munitie in op te laten slaan. En zo ook dit hol werd daar ook voor gebruikt. En mijn overgrootvaders oudste zoons, dus de oudere broers van mijn opa, die zaten echt diep in het verzet. En maakten ook gebruik van deze holen. En mijn opa die deed wat klusjes, zoals het opladen van de accu voor de zendmast. Die zat hier ook verderop, waarmee ze de radiosignalen konden opvangen boven het bos. Maar op een dag gaat het helemaal mis. De groep is verraden en drie leden worden bij het verzetshol door de Sicherheitsdienst neergeschoten. Anne's opa Willy heeft er nooit over willen praten. Maar hij schreef het verhaal eenmalig op. Naar aanleiding daarvan maakte Anne een boek over haar familiegeschiedenis. Het was 13 december 1944 en ze gingen naar het verzetshol hier. Daartussen zat ook mijn opa's broer Jannes. Hij was 19. Mijn opa hoorde schoten en hij is toen meteen op de fiets gestapt. En toen hij daar dus aankwam lopen, zag hij dus dat zijn broer Jannes, dat hij in zijn maag geschoten was. En dat hij dus op de grond eigenlijk dood aan het bloeden was. Opa werd gedwongen om met zijn handen omhoog bij de boom te gaan staan vlakbij zijn broer die aan het sterven was. 2 uur lang heeft hij daar zo gestaan en toen is zijn broer overleden. En toen Jannes overleden was, moest opa hem naar het bospad dragen. En daar heeft hij dagen gelegen, omdat hij dan als voorbeeld moest dienen voor de mensen die tegen de Duitsers ingingen. En dat is voor mijn opa natuurlijk een heel heftig moment geweest. En heeft ook voor hem voor de rest van zijn leven getekend. Hij is zijn hele leven denk ik heel bitter geweest. Hij is heel erg getraumatiseerd natuurlijk door deze gebeurtenis. Hij heeft daardoor ook bewust niks met God te maken willen hebben. Hij was ervan overtuigd dat dit anders nooit gebeurd zou kunnen zijn. En die gevoelens van wrok en pijn, die zijn wel doorgecijpeld inderdaad in de familie. En dat bewust of onbewust, maar soms zijn momenten dat je het echt bewust voelt van oké, er zit toch wel een soort van pijn in de familie. En ik denk dat onbewust dat je dat altijd wel een gedeelte daarvan met je meedraagt. Ja. Is dat dan de reden ook dat jij dit boek hebt gemaakt? Ja. Ja, ik, dit verhaal moet blijven leven. Ook als mensen dit weer vergeten, dan heb je steeds, dan kan het zich weer gaan herhalen. En zo moet het gewoon niet meer gebeuren. We moeten er ook stil bij blijven staan van wat er gebeurd is. En ook die gevolgen die dat heeft gehad. Niet alleen op die generatie toen, maar ook op de generaties nu. Dus ja, dat vind ik heel belangrijk. En daarom heb ik onder andere ook dit boek gemaakt. Ja.